PLN is een erfelijke ziekte, dus het is echt een foutje in de DNA. Genetische informatie krijg je van de ouders, waardoor één eiwitje in het hart niet goed werkt. Het eiwit is belangrijk voor de calciumhuishouding. Als het eiwitje niet goed werkt, dan kan de hartspiercel niet goed samentrekken. Daar kun je heel erg ziek van worden. Het kan zelfs levensbedreigend zijn. Nou, als mensen ziek worden, is het meestal dat ze problemen hebben met de knijpkracht van het hart. Dat merk je met kortademigheid, benauwdheid. Of ritmestoornis, dat je in één keer voelt dat het hart op hol slaat. En dan kan je soms plotseling neervallen. In Nederland hebben we nu zo'n 1200 mensen in beeld, waarvan we zeker weten dat ze drager zijn. We verwachten ongeveer dat 300, 400 mensen daarvan de ziekte zullen krijgen en symptomen zullen krijgen. Je kunt nadenken over hele nieuwe vormen van hoe je DNA kunt beïnvloeden. Of kunt eiwit kunt beïnvloeden. We gaan kijken of het lukt met een gewoon medicijn zoals we dat kennen. Dus we denken dat van verschillende wegen dat er wel mogelijkheden zullen ontstaan om een betere behandeling te vinden. Als het ons lukt om mensen te behandelen met een andere behandeling dan een steunhart en transplantatie, dan zou ik al heel erg gelukkig zijn.